Ik heb mijn eerste contract getekend voor 2 jaar en daar ben ik enorm blij mee. Mijn vader en moeder, mijn opa's, peetoom, neefje en mijn zaakwaarnemers. Ze zijn wel de belangrijkste mensen voor mij. En die zijn ook het vaakste mee naar wedstrijden geweest en zijn wel de belangrijkste mensen. Ja. Ik ben begonnen in het jeugdplan bij PSV en toen mocht ik naar de E. En dit is inmiddels mijn 8e jaar bij PSV. Mijn eerste herinnering bij PSV is wel het toernooi in Volendam. Toen hadden we direct de eerste plaats. Dat was wel een mooi toernooi en daar ben ik eigenlijk erbij gekomen. Ja. Toen ik klein was, denk ik Klaas-Jan Huntelaar. Want die speelde toen met Nederlands elftal en ja, was topscorer. Dus op die leeftijd was het Klaas-Jan Huntelaar. Ja. Ik denk Dani Alves. Hij is wel het meest veelzijdig. Aanvallend sterk en verdedigend sterk. Dus ik denk wel aan. Tekenen. Ik tekende vroeger heel graag en ik kan het op zich best goed. Dus ik denk dat dat wel mijn grootste talent is naast het voetbal. Ja. Joop Daniels. Die is ondertussen weg bij PSV, maar daar heb ik wel echt hele mooie jaren mee gehad. Ik wil zoveel mogelijk minuten gaan maken en ja, merk dat ik elke dag beter word. En hopelijk een aantal keren meetrainen met één. Eerst in het eerste komen van PSV, dan hopelijk naar een goede club in het buitenland. En daarmee de Champions League winnen. Nou, ik ben iemand die nooit stopt, nooit opgeeft. En ja, ik heb veel werklust. En ja, op zich heb je dat ook wel nodig in een team. Ja, dan zal ik direct een PSV pakken. Dat is dan denk ik wel Dumfries. Hij is snel. Sterk, dan zal ik hem kiezen. Ja. Ik denk toch mijn vader, want hij is er eigenlijk altijd geweest, alle wedstrijden. En ja, aan hem heb ik veel steun gehad de afgelopen jaren. Ik wil alle trainers bedanken en mijn familie ook om dit mooie moment waar te maken.